vanaf het begin van de middeleeuwen gebruiken we biotechnologie voor het bakken van brood en het brouwen van bier. Op die biotechnologie die in onze genen zit, hebben we eigenlijk vandaag een mooi bedrijf uitgebouwd waarbij dat we biotechnologie gebruiken voor het produceren van levensreddende geneesmiddelen. Ik ben Stefan van den Daal, general manager van Sanofi Genzyme in Diegem. Ik ben Gunter Pauwels, general manager van Sanofi in Geel. Het kan goed zijn dat u al in contact bent gekomen met een van onze geneesmiddelen, al is het maar een vaccin, of als u misschien leidt aan diabetes of multiple sclerose, of eventueel als u naar de apotheek gaat, Omnivit of Nasarinathiol. Sanofi is een van de top 3 biopharmabedrijven van de wereld. Eigenlijk zijn we al meer dan 20 jaar bezig met pionierswerk voor de behandeling van eigenlijk zeldzame genetische aandoeningen, zoals ziekte van Pompen. Wanneer een patiënt komt vertellen wat wij betekenen voor hem, daar krijg je toch altijd een heel speciale emotie, echt kippenvel van. De mens in ons bedrijf staat heel centraal. En ja, de kennis en kunde van onze mens is echt een troef. En we mogen echt fier zijn wat we hier in Geel hebben uitgebouwd. Het is echt een productiefaciliteit van wereldklasse. De investering gaat in eerste instantie om een bijkomende productielijn voor monoclonale antilichamen, als ook eigenlijk de uitbreiding en de vernieuwing van onze labo's. Wij verdienen deze trofee omdat we met lokale kennis en kunde de ganse wereld voorzien van unieke geneesmiddelen.